Impas is een ingenieursbureau gericht op bedrijven die kapitaalkrachtige goederen hebben, waar ze mee ze produceren, waarmee ze waarde toevoegen en die onderhoud nodig hebben. En met name onderhoud te organiseren, dat noem je met een mooi woord maintenance engineering, dat is ons vakgebied. Voor ons is het juist moment wanneer je door dingen aan te tonen, grote stappen kunt nemen in rendement, maar soms ook in gemak van werken. Het logisch nadenken, het dingen waar een monteur of een operator elke dag last van heeft, om dat soort dingen te voorkomen. En daardoor eigenlijk werkplezier terug te brengen bij een monteur of toe te voegen. En ja, als de directeur daar ook echt blij mee is, en die wordt vaak blij van de rendementsverbetering, ja, dan zijn wij ook blij. Wij onderscheiden ons met name door aandacht te geven aan mens en gedrag. In de driehoek techniek, proces en mens en gedrag proberen we met name in mens en gedrag vanuit Impas ondersteuning te geven. Wat betreft ondersteuning op het gebied van techniek en proces, daar gebruiken we ook externe opleidingen voor. We hebben ook mensen die op dit moment naast een diploma technische bedrijfskunde een avond HTS werkgebouw doen. En dan technische kennis die kopen we eigenlijk gewoon in. Maar mensen en gedrag, hoe communiceer je, hoe geef je feedback, hoe heb je zelfkennis, dat zijn dingen die we vanuit Impas meebrengen. En daarover praten en daar bewust van zijn en die bewustvorming eigenlijk creëren via je medewerker op de werkplek waar hij of zij zit, dan kun je al sprongen maken. Dus het is een monteur die lastig is. Die kan soms 10 jaar lang lastig zijn. Maar als je werkt met zo'n persoon in gesprek gaat, dan zul je zien dat diegene misschien wel heel veel talenten heeft die nu niet aangeboord worden, omdat er niet naar hem geluisterd wordt. Maar zoiets, dat kan zoveel brengen in het leven van de monteur, maar eigenlijk ook in het leven van de rest van het team. Waardoor werk gewoon mooier wordt en een talent van iemand naar boven komt. Wij zijn een jong bedrijf, we zijn groeiend. We hebben een aantal dingen met elkaar gedaan en gestart. Maar er zijn ook een aantal dingen in het terrein wat we nog niet weten. We hebben nu onlangs een samenwerking met Universiteit Twente gesloten. Waarbij we de kennis van nu, HRM 2.0, proberen te implementeren in het personeelsbeleid van Impas. He, er zijn heel veel online tools inmiddels al die beschikbaar zijn. Daarbij zijn we nu aan het onderzoeken, kunnen we die tools ook gebruiken om op afstand effectief kennis en kunde bij te brengen. Online elkaar feedback geven bijvoorbeeld is zo'n item. Wij zijn bezig met competenties van een maintenance engineer koppelen aan een 360 graden feedback. Waardoor het niveau waarvan je zelf denkt dat je hebt, dat je dat kunt toetsen aan hoe denkt jouw omgeving over jou op dat vlak. En dan met name op vaktechnische competenties. En doordat we dat online gaan doen, kan dat ook vrij goedkoop, maar kun je dat ook heel frequent doen. En kun je dus ook daar je voordeel bij doen, ook als maintenance engineer. Je kan soms denken van, nou, ik kan dat nog niet, terwijl je omgeving denkt, dat kun je best. Dat heb je daar en daar al laten zien. Maar het kan ook andersom. Je denkt, nou, ik kan dat wel, maar je omgeving denkt, nou, dat weet ik niet. Hè? Dan kun je daar die bewustvorming, heb ik ook op onze website gezet. Zelfkennis is aan 50% van je ontwikkeling.